Dit is dan een van onze kantoren. Zomaar een willekeurig kantoor. In een doodgewone straat. Ziet er keurig uit. Smaakvolle fauteuils, waar de cliënt even kan zitten als het bij de balie druk is. Mooie plantenbak voor de sfeer. Een keurig rek met folders voor het grijpen. Een overzichtelijke balie met daarachter allerlei hulpvaardige personen. Alles geheel volgens model. Dit moet onze cliënten sterk aanspreken. Hier moeten zij zich op hun gemak voelen. Hier moeten hun financiële vragen opgelost worden. Hier moeten zij het belangrijkste gedeelte van onze winst binnenbrengen. Welkom dus, geachte particulier. Dit hebben wij allemaal voor u gedaan. Welkom bij de AMRO. Prima voor de particulier. En zo ging ik een half jaar geleden op de sectorjaardag nog een tijdje door. Om u duidelijk te maken dat we als bank een probleem hebben. Dat we met onze 800 winkels creatiever kunnen omgaan. Dat we niet duidelijk genoeg zijn. Te weinig consumentgericht werken. Mensen onzekerheid laten. En verkoop missen. Omdat we verzuimen onze producten overzichtelijk en tastbaar aan te bieden. Zodat we het risico lopen dat allerlei concurrenten in de markt de krenten uit de pap voor onze neus wegpikken. Daarom moet er wat gebeuren. Dat heb ik in januari van dit jaar gezegd. Ik heb daar veel reacties op gehad en de afgelopen maanden hebben we daar dan ook keihard aan gewerkt. Maar hoe pak je het nu aan om het anders te doen, om het beter te doen? In januari vertelde ik al hoe ik op zoek ging naar inspiratie daarvoor. Onder andere bij de grootste kruidenier van ons land, die zo goed op de kleintjes let, weet u wel. Ik sta daar voor dat rek en ik denk, één pakje is eigenlijk wat weinig. Ik neem er twee. Eigen initiatief. Daar houdt mijn echtgenote van. Kijk eens, dat ziet er goed uit. Wijn te kust en te keur. Welke zal ik nou eens nemen? Wijn is altijd een moeilijk product. Een kritisch product. Een product waar je graag advies bij hebt. Van zo'n winkelmeisje kan je dat natuurlijk niet verwachten. Kijk, op de schappen staat duidelijk aangegeven wat je in je handen neemt. En op de achterkant van de fles nog eens achtergrondinformatie. Een droge, frisse, witte tafelwijn uit Frankrijk. Voor een tafel bij vis, lichte vleessoorten, kip en koude schotels. Ook een goede wijn bij kaasfondue. Hé, fondue. Goed idee. En hier hebben we de rode. Eens even zien. Dit lijkt me wel een interessante fles. Beaujolais. Of zal ik 10 nemen? Nee, die is te goedkoop. Toch maar die. Iets duurder, dus beter. Leuk eigenlijk dat boodschappen doen. Je komt nog eens op een idee. Het ziet er allemaal aantrekkelijk uit en je kiest wat je zelf wilt. Dat kan omdat je perfect geïnformeerd wordt. Ik kwam voor een pakje boter en dit is het resultaat. En helemaal op eigen kracht. Niemand die me iets aangepraat heeft of opgedrongen. Allemaal zelf gekozen en zelf gepakt. En helemaal tevreden. En terwijl ik in de rij voor de kassa sta en zo een beetje voor me uit sta te denken, krijg ik opeens een idee. Opeens krijg ik een idee. Waar we met AMRO naartoe moeten is naar een bank die je aan kunt raken. Letterlijk. Naar een bank waar binnen een geïntegreerd systeem alle aspecten van consumentenbankieren zijn aangepakt. Waar alle lessen die we van supermarkts op het gebied van effectiviteit en efficiëntie kunnen leren zijn toegepast. Ook voor wat betreft de verkoop. Noem het maar een superbank. Een bank waar, net als in de supermarkt, de eens zo amorfe anonieme diensten producten zijn geworden. Verpakt in een doosje dat kan dienen als nieuwe luxe dagafschriftenmapje. Zichtbaar en tastbaar en logisch gerangschikt aangeboden. Een superbank met keuzekaarten voor de meest voorkomende vragen die het mogelijk maken dat driekwart van de cliënten min of meer zichzelf bedient. Tenminste, waar cliënten voor driekwart van de producten zichzelf, zonder tussenkomst dus, geheel privé kan oriënteren. Zodat er volop ruimte is om die andere, hoogst winstgevende kwart, professioneel en met maatwerk te bedienen. Kortom, wat de supermarkt heeft gedaan voor de levensmiddelenbranche, doet de superbank voor bankieren. En waarom niet? De kritische, onafhankelijke consument van vandaag is gewend aan zelfservice en de middelen zijn aanwezig. Overal elders in retailland zijn ze uitgebreid getest en toegepast.
klaar om te worden gebruikt in retailbanking. Superbank zal onze kosten sterk terugdringen. En tegelijkertijd, dankzij overzichtelijkheid van productpakketten, meer verkoop en ook crossverkoop realiseren. De klant krijgt de keuze om zelf te selecteren of zich professioneel te laten adviseren. Formaliteiten en contracten worden ter plekke afgehandeld, zodat het gekochte ook werkelijk mee naar huis genomen kan worden. En niet een paar weken later alleen een flodderig dagafschrift. Als een van de banken onder de grijze banken krijgen we met Superbank een unieke propositie in handen. We zijn in één klap, maar dan ook werkelijk in alles nieuw. Anders, kleurrijk, modern. Superbank als concept levert een enorme uitdaging op. De uitdaging om een totaal nieuwe marktpositie in te gaan nemen als 's lands speciaalzaak als het gaat om producten die je helpen om verstandig met je geld om te gaan. Aan dat idee hebben we hard gewerkt. Velen van u vroegen mij, hoe ver ben je er nu mee? U zag de beelden al voorbij flitsen. Vandaag laat ik u zien hoe het werkt. Aan de hand van beelden uit een pilotshop. Dit is ons idee van het nieuwe AMRO-kantoor van morgen. Weliswaar nog een concept waar nog het nodige over gepraat en gedacht zal moeten worden, maar toch. De aanpak is nieuw. Een nieuwe indeling, een nieuwe aankleding, een nieuwe presentatie. Gericht op duidelijkheid, op overzichtelijkheid, op gemak en op service. Maak van elk AMRO-kantoor een moderne speciaalzaak, hebben we tegen elkaar gezegd. Met aantrekkelijke aanbiedingen, met tastbare AMRO-producten en met herkenbare diensten. Dit is, laten we zeggen voorlopig, het resultaat. Ik wil graag een spaarrekening openen. Kunt u mij daarbij helpen? Natuurlijk mevrouw, maar ik heb er zoveel. Ik zou daar even over informeren. Loopt u maar even mee. De vraag is er een van alle tijden. Maar de reactie van onze AMRO-medewerker is nieuw. Net als in elke andere moderne winkel komt het personeel achter de balie vandaan en loopt met de klant mee. Naar deze spaarunit bijvoorbeeld. Om aan de hand van de keuzekaart in vraag en antwoord met de klant de diverse mogelijkheden door te nemen. Op de kaart staan alle spaarproducten overzichtelijk gerangschikt. Optimaal afgestemd op de wensen van de consument. Wil deze mevrouw in alle vrijheid kleine beetjes geld kunnen wegzetten en opnemen? Dan is er rente sparen. Wil ze doel sparen en dus langer geld wegzetten voor meer rente? Of heeft ze de beschikking over grotere bedragen en kiest ze voor geldmarkt sparen? Met behulp van deze overzichtelijke keuzekaart wordt het peil van het advies verhoogd. Een aanbieding leidt hier snel en overtuigd tot een persoonlijke keuze. In dit geval kiest mevrouw voor de gulden middenweg. Vaste afspraken, maar toch veel vrijheid. Goede rente sparen dus. Als u eventueel tekenen? Ja, natuurlijk. Intussen gaat aan de balie het normale kasverkeer gewoon door. In vertrouwde handen. Het is 2,50. 500. Net als Albert Heijn heeft AMRO straks elke maand zijn themamagazine boordevol ideeën en adviezen. Met elke maand een andere selectie uit onze productenrange. Hier heb ik het contract. We hebben hard gewerkt de afgelopen maanden en we hebben ontdekt dat een van de belangrijkste problemen is dat onze producten zo weinig tastbaar zijn. Zo ongrijpbaar, zo onzichtbaar. Dus was onze opdracht, maak ze tastbaar. En dat hebben we gedaan. Elke klant krijgt straks na elke aankoop onmiddellijk een persoonlijk contract uit de printer. En dat contract gaat samen met de informatie in zo'n handige doos. En kijk, bij die mevrouw thuis heeft die doos ook een duidelijke functie. Dagafschriften, mailings en andere informatie hoeven voortaan niet meer rond te slingeren, maar kunnen handig en overzichtelijk per product worden opgeborgen. We denken eraan om bij de privérekening elke klant jaarlijks een nieuw doosje te geven, zodat alle informatie op rij kan worden gerangschikt in een makkelijk opbergsysteem. Maar als je informatie verkoopt om verstandig met je geld om te gaan, kun je ook denken aan de verkoop van videobanden, van boeken of van tijdschriften over geld. AMRO als Superbank moet een echte speciaalzaak worden en biedt dus een breed pakket aan informatie aan als het gaat om verstandig omgaan met je geld. Een door onszelf ontwikkelde belastingschijf voor de PC hoort daar natuurlijk ook bij. Maar ook producten van anderen die deskundig zijn op dit terrein. We hebben hard gewerkt. Op deze manier kun je het kantorennet ook beter segmenteren.
van een kleine service unit tot een compleet warenhuis voor geld. Gereedschappen afhankelijk van de locatie. Denk voor deze pilot shop aan een kleinere provincieplaats. Groot genoeg voor een ruim aanbod, maar in de avonden ook beschikbaar voor adviseurs, professionals die daar komen om klanten specifiek te adviseren. In de nieuwe opzet, zo zei ik al, heeft elke productgroep zijn eigen unit. Wie advies wil, kan het krijgen. Wie zelf wil kijken en kiezen, is van alle gemakken voorzien. Net als in Albert Heijn. En net als onze grootgutter, geven ook wij herkenbare draagtassen mee. Logisch, nu onze producten handig en verstandig in een doosje zitten. We hebben hard gewerkt. En we hebben bedacht dat onze speciaalzaak elke maand nieuws te bieden moet hebben. Een nieuw thema. Met een nieuw magazine om steeds op verschillende manieren een groep producten in het zonnetje te zetten. De hele winkel krijgt een andere kleur met bijbehorende premiums, zoals hier in Kindermaand met beertjes als weggever. Ook hier zien we weer een extra voordeel van het herverpakken van onze producten in een doos. Een idee dat heel dicht komt bij de behoeften van onze klanten. Deze grootvader kiest een spaarrekening als cadeau voor de verjaardag van zijn kleinkind. In plaats van een onpersoonlijk dagafschrift en een envelop, kan hij nu een echt cadeau aanbieden op zijn verjaardag, inclusief een biertje. U ziet, we hebben het afgelopen half jaar hard gewerkt. Het idee is tastbaar gemaakt, net zoals onze producten. Met deze pilot shop zijn we al een grote stap verder. Er is, zo zou je kunnen zeggen, werk aan de winkel. Letterlijk dit keer. Voor een nieuwe Amrobank met toekomst.